The population growth is evident. We will become 9 million people already in by 2050. So we will need to produce ingredients that are highly efficient, which can provide nutrition to the people without taking a lot of space, without taking a lot of resources, which are highly sustainable. Ja, dan heb je een aantal mogelijkheden. Je hebt natuurlijk planteneiwitten kun je gebruiken. Je kunt algen gebruiken, paddenstoelen kun je gebruiken, maar ook insecten. Ja, dat is eigenlijk onmiddellijk voorradig. Insecten die qua milieu zijn ze veel beter. Ik denk dat dat echt maakt dat het eigenlijk een gouden vondst is. Protix recognizes that we have a resource on this planet, insects, that could and do provide significant amounts of protein that we are not fully scaling up.